De eerste belangstellende stonden maandag al voor de deur te trappelen, maar ze moeten toch echt tot dinsdagochtend 11 uur wachten voor de nieuwe winkelmagneet van Eindhoven de deuren opent. EDTV kreeg vast een exclusieve rondleiding door de grootste Primark van de Benelux aan de Westdijk. Hallo. Hey. 4 verdiepingen, vol met kleding, schoenen, sieraden en woonaccessoires. Hoeveel verschillende artikelen er precies in huis zijn, kan de woordvoerder niet vertellen. Wel dat het duurste kledingstuk, een winterjas, ongeveer 50 euro kost. En dat is precies waar de Ierse kledingketen op drijft. Veel voor weinig. Maandag, de dag voor de opening, zet het personeel nog eventjes de puntjes op de spreekwoordelijke i. De Eindhovense winkel biedt werk aan zo'n 450 mensen. Het lokale management is overigens uit Ierland afkomstig. En dan is er nog een geweldige uitvinding, het kassasysteem. Op iedere verdieping een groot aantal kassa's en bang zijn dat je in de verkeerde rij staat, is er vanaf nu niet meer bij. Iedereen wacht netjes in één lange rij. En de eerstvolgende vrije kassa verschijnt netjes op de monitor. De eerste 100 klanten ontvangen dinsdagochtend na opening een goodiebag.